We gaan naar Friesland. Frieske. Friese Fieldseekers. Ja. Gaan we heen. We gaan naar Takema. Takema. Nee, op uitnodiging van Jort Dekker. Die heeft een leuke dag georganiseerd. Dus we hebben aardig wat kilometertjes te gaan nog. Ja. Maar dat is wel leuk. Zo kom je nog eens ergens. Ja, ja. En gezelligheid. Een groepje van een man of 20, geloof ik. Ik heb er erg veel zin in. Hoe denk jij erover, Ben? Hoe denk ik erover? Ik heb er ook heel veel zin in. Friesland. Ik ben er nog nooit geweest. Je bent er nog helemaal? Nee, dat is heel apart, ja. Ja. Dat is wel bijzonder. Want Nederland is niet echt groot natuurlijk, dus je bent er eigenlijk zo. Ja. Dus nee, ik ben hartstikke benieuwd. Nou Ben, hij draait. Hij draait. We zijn op bestemming. Ja, Friesland. Kijk eens, leuk beest. Ook gelijk, hallo. Kijk, die gaat ook graven. Dit is onze grote vriend. Dat is de gravenbeest. Als hij nou ook het goud opgraaft, hè? Ja, hij. Maar gouden hondpamp. Zo sta je ineens in Friesland. Ja. Leuk. Leuk clubje. Georganiseerd door Jort Dekker. Friese Fieldseekers. Als ik het goed uitspreek, als mijn Fries een beetje... Hè? Nou ja, dat is een mooi land ook. Zoals jullie gaan zien, hoop gezelligheid. Leuke mensen. Er moeten leuke dingen uit de grond gaan komen, Ben. Voor ieder wat wil, dat zou het mooiste zijn, hè? Eigenlijk. Ja, vast wel. Vast wel. Ik heb er wel vertrouwen in. Eerste keer in Friesland voor Ben. Kijk eens hoe mooi het hier is, hè? Je kan zo ver kijken als je wil. Helemaal geen flats. Je ziet geen skyscrapers. Nee. Dat, ja, beter. Hier, kom je nog tot rust. Peter is er ook weer bij. Jullie kennen hem nog van dat magneetvissen waarschijnlijk. Dus nou, gaan we lekker zoeken. Doen we het anders. Ja, ook leuk. Alles is leuk. Nou, iedereen is lekker gestart. Mooie velden. Ik heb zojuist mijn eerste munt gevonden. Een halve leeuwencent. Nou ja, leuk begin. Ik denk 5 minuutjes bezig. Dus we gaan lekker. Op een motor is wel. Oké. De hertering die worden hier. Michael heeft al niet zo. Koffie. Suiker en melk zit er ook in. Dat is zo. Dat koekje zit erin. Nou, ook niet. Valt tegen. Nog wel. Koud duitje. Iedereen komt laag gedaan, ik heb helemaal niks. Ook een bekertje. Ja, ik nog wel wat jaren niet. Er zitten in die witte zitten helemaal vol als goed is. Even een bakkie. Waar bent? Koekje erbij. Kijk eens. Lekker. Gaan die wel goed? Die zijn wel goed. Halve stijver 19,3. 2,5. 2,5. Ja, dat is een halve stijver. Ja toch? Zo noemen ze dat toch? Ja, zo bekijken. Ja, dat is een halve stijver. Ja. 19,3. Wat kan ik lezen? Ik zie er RM00. RM00. Aan de andere kant zijn we ook nog letters in het midden, alleen dan moet ik hier gaan poetsen. En eigenlijk waar jij nu een beetje staat, daar had ik ook een lekker signaal. Hoe sta ik op je signaal? Maar die gaan we zo meteen even eruit halen. We kijken eerst even naar jouw zegellood. Dat houdt het spannend voor de mensen. Hè? Kijk eens. Oh, wauw zeg. Ik kan het alleen niet lezen. Toppertje. Tet. Weer tet. Zou jij nou? Weer een champagne zegel. Hoor. Nou, ja, dat is een brevet. Dus. Stit. Toch staat het er wel duidelijk op hoor. Stit met dubbel T aan het einde. Ja. Lijkt het wel. Even kijken. Smaal staat erop. Smaal. Nee. Smiegel. 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 Ik weet het niet. Maar hij is leuk deze. Grappig. Een grappige vondst. Een mooi zegelloodje weer. Ja, daar heb ik er echt heel veel van. Ja. Zullen we dan nu naar mijn vondst gaan kijken, wat hier, waar jij op stond? Ja, ik ga meekijken. Ja? Ik ga meekijken. Oké. Nou, dus geloof ik dat het hier ergens was. Nou, zilveren munt. Ja, daar is die. Hoor eens. Een zuivere toon hoor. 18. 18 is knap. Ja.
Yes, yes. Hij is lekker. Even kijken. Oh. Hier niet. Ja, hij zit. Oh, kijk eens. Oh. Ja, ja. Dit is een leuke. Hij lijkt vierkant. Hij lijkt vierkant. Ja, dus even kijken hoor. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Wat denk jij, Ben, wat we hebben? Ik kon het niet zo zien, hè? Nee. Ik dacht eerst een vierkante stuiver. Maar hij heeft toch een beetje afgeronde kantjes. Hij is vierkant, maar hij heeft afgeronde kantjes. Ja, je ziet wel een soort waterschild. Ja, hè? Je ziet nog wel wat. Je ziet nog wel wat. Ja. Maar daar is dan ook voor nu eventjes alles mee gezegd. Maar als we er later nog wat van kunnen maken, dan gaan we dat zeker laten weten. Maar we gaan weer verder. Door naar de volgende vondst. Yes. Nou, ik zit nu op een paar goede vierkante meter. Want ik vind net een knoop. Een zilveren hoogstwaarschijnlijk. En een muntje had ik al. En nu heb ik weer een leuke knoop. En ik zie dat de Nederlandse leeuw in het midden staat. Tot nu toe. Ik zal hem even een beetje schoonmaken. Ja, ja, hij is door de tijd heen misschien wel een beetje aangetast. Maar toch een leukertje. Ja. Leuk. Ik ben er blij mee. Het is wel gezellig ook. Leuke mensen. Een gezellig clubpie. Er is net ook een man die... Of kijk, daar loopt hij. Die is met zijn hond aan het zoeken. Dus die heeft ook nog een maatje bij zich. Het is wel leuk als hij nou ook de gaten voor hem gaaf zou helemaal gaaf zijn. Vermaakt me wel zo hier. Kijk, daar zijn nog een paar mensen bezig. Daar zijn ze nog. Daar zijn er nog twee. Dus, en het weer zit mee. Ja, het is schitterend weer. Dus dat is ook genieten. Ja, er worden toch nog leuke vondsten gedaan. Dus helemaal top. Ja, het begint nou wel te lopen met de leuke vondsten. Ik heb nou weer een te gave knoop. Even kijken wat er allemaal op staat hoor. Hij is nog wel heel goed zichtbaar. Kikken. Even kijken. Frans. In ieder geval iets met Frankrijk. Oh ja. Ik gok Republiek Française. Ik zie Republiek staan. Dus dat is een leuke. Ja. Kikken. Leuk. Het gaat lekker met de vondsten nou. Republiek Française. Ja, dat is geen stukje af. Ja. Dat is een ouwertje hoor. Ik weet niet of jij het... En dan onderschat ik dat, want ik denk, nou ja, ik laat het. Ja, het zal rotsen. Wel iets zijn. Vind je dat iets lopen? Zo. Hij is mooi, ja. Ja, ik vind hem wel mooi, maar ik weet dan niet wat het is. Dus dan ga ik dat onderwaarderen blijkbaar. Ja, dat kon je niet doen. Hij is wel leuk. Ja, ja. Zeker. Toen ik begon te zoeken, dan vond ik allemaal van die koper granatenkop. Yes, ik heb ook een Friese oord gevonden. Dus deze die dateert uit de 15e, 16e eeuw waarschijnlijk. Of je had ze zelfs nog eerder. Ik pin me er niet helemaal op vast. Maar ik dacht dat je ze zelfs al in de 14e eeuw had. Dus 14e, 15e, 16e eeuws. Heel gaaf. Friese oord. Ja. Toppertje. Yes. Wat was hem weer? Het was een leuke dag. Het was een leuke dag, ja. Ja. We waren met een clubje van 20 ongeveer, man of 20. 20 man. Gezellig. En ik zag wel wat leuke vondsten voorbij komen, ook van de anderen. Dus, wij hebben alles even op een rijtje gelegd wat wij hebben gevonden. Het is niet veel, maar er zitten wel leuke dingen tussen. Even kijken.
Dit heeft Ben gevonden. Ben, wil jij nog een toelichting geven? Twee zegelloofjes. Deze is nog wel mooi. Ja. Er staat nog wel wat op. Uh-huh. Een kale duit. Ja. Je ziet in de diepte, in de verte zie je nog wel wat, maar ik kan er niet uit, kan er niet uithalen wat het is. Uh-huh. Een 10 cent. Euro. Voor eurocent, loopt voor de spaarpot. Ja. Nou, die krijg je nog wel schoon. Opstapelen en inwisselen voor groter geld. Uh-huh. Voor 2 euro stukken, als je eenmaal zo eurocentjes hebt. Een losse flodder. Ja, grappig. Oefenhuls of oefenpatroon. Die had ik ook ergens nog gevonden. Die zit nog in mijn tas, geloof ik. Oké. Okay. Stukje lepel. Suikerlepeltje. Uh-huh. En een knoopje. Ja. Geinig. Was het wel. Uh-huh. Het is niet veel, maar het was een leuke dag. En, ja, toch? Volgende keer weer beter, ja toch? Ja. Ja, ja, hebben we aardig wat. Ja. Nou, hierboven liggen alle leeuwencenten. 1, 2, 3. 2 keer een halve leeuwencent. Dit muntje die ken ik nog niet thuisbrengen. Een Friese oort. Dus die kan 14e, 15e, 16e eeuw zijn, geloof ik zelfs. En ik dacht eerst dat dit een zilver knoopje was, maar het blijkt aluminium te zijn bij nader inzien. Nog wat kleine knoopjes. Een leuk knoopje met een oogje, ook oud. Uniform knoop. Ik heb me laten vertellen dat het van de Marechaussee is. Een Franse knoop, Republiek Française. Dit is nog een verguld plaatje. En het kan middeleeuws zijn met goud inleg. Dus dat is leuk. En dan kijken we hier nog, hebben we nog een sluitplaatje gevonden. Geraakt door de ploeg. Maar als je inderdaad denkt van dat hij zo dicht zit, dan zie je dat het voor een sleutelgat is geweest. Dus dat is wel een leuke. En allemaal oormerkjes ook. Dus dat zijn allemaal van het vee. Die kwamen ook lekker signaal binnen trouwens. 16 strak. En een oogfonds. Warm, hè? Ja. Dus we slaan er even bij jou in, is dat? Oké. Okay. Oh. Nou, nee. Vind ik nou weer jammer dat je het tegen me zegt. Oké. Okay. Nou, we gaan inpakken. We gaan rijden. En dan gaan we nog lekker even een burgertje eten ergens. Ja, zoiets. Nog een stuk rijden, dus ja. We zijn in Friesland. Friesland, nou ik vond het wel echt wel top. Leuk in Friesland. Ja, ja, zeker. Ja. Zeker, dus, nou dan gaan we afsluiten. Afsluiten en wegwezen. Knip dat er maar uit. Oh, zou ik het erin laten zien? Misschien monteer ik er wel muziek. Misschien krijg je wel extra veel kijkers.